Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft tijdens zijn werkbezoek in Cuba een onderhoud gehad met de Surinaamse studentengemeenschap. Zij hebben daarbij aangegeven dat er een achterstand is in de uitbetaling van de onderhoudskosten die 1500 Amerikaanse dollar per jaar per student bedraagt. Ook kunnen ze moeilijk voedingsmiddelen aanschaffen. De bewindsman zei te zullen proberen voedingspakketten voor de studenten te sturen. Voor wat betreft de onderhoudskosten zal dat gemeld worden aan het ministerie van Onderwijs. Ramdien heeft ook gesprekken gevoerd met de Cubaanse overheid over de verdere uitbreiding van de commerciële relatie tussen Suriname en Cuba. Hij wil dat de Surinaamse ambassade het bedrijfsleven van beide landen dichter bij elkaar brengt. Ook zal de relatie op het gebied van gezondheidszorg worden hernieuwd als de schuldverrekening is voldaan voor de Cubaanse medische brigade. Daarna zijn er mogelijkheden besproken voor samenwerking op het gebied van toerisme. Tijdens dit bezoek heeft Ramdien ook een bezoek gebracht aan de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel Bermúdez, die zijn erkentelijkheid voor de ondersteuning van Suriname uitsprak.